identiteit. Het thuisnummer onder de mooie tamboeien. Dat is zeker. Goedemiddag. Hey. Hallo. Hey, hoi. Hey. Ja. We hebben nog geen mes verwonding bij ons. Nee, daar was ik ook nog wel nieuwsgierig naar. Dankjewel. Hoe doen we dat nou? Ja. Zo. Helpen. Ik weet nog goed dat we door dat bos liepen en dat de zonnestralen zo heel mooi tussen die bomen vielen. Dan weet ik dus dat ik loop naar een lichaam wat niet meer leeft. Augustus van het vorig jaar vindt er een drama plaats in een bosperceel achter de parkeerplaats Vaarle, gelegen aan de A270 in de gemeente Nuenen. Een 46-jarige man wordt op een afschuwelijke wijze om het leven gebracht en sterft een volstrekt zinloze dood. Ik ga vandaag bespreken welke bewijsmiddelen tot de conclusie leiden dat verdachte het dodelijke letsel heeft toegebracht, hoe dit gedrag juridisch geduid moet worden, of de verdachte strafbaar is. En zo ja, welke straf? Hij lag daar. Nou, hij lag dus echt zo, zeg maar. Ja. Hij heeft zijn rechterduim. Hier had hij een flinke verwonding. Flinke vermoedelijke snijwond. Die duim zijn ook helemaal los. Wij hebben nog niet kunnen ontdekken waar hij uiteindelijk aan is overleden. Maar dat zal dan met een sectie duidelijk moeten worden. We hebben geen steekverwondingen in de zin op zijn romp. Helemaal niets? Nee. Alleen is bij zijn hand? Alleen hier bij zijn hand. Alleen zijn kop is kapot. Alleen wat daar allemaal precies kapot is, dat kan ik zo 1, 2, 3 niet vertellen. Ja, vervolgens, wat heel duidelijk is dat de verstoring daar rondomheen duidt dat er iemand echt bijgestaan heeft, echt opgestaan heeft. Ja. Ja, dit is zijn rechterhand. Schrik, hè? Ja. Die lijkt wel verwond. Wat ook heel erg opmerkelijk is, en de dokter noemt dat ook, het is een tongbeet. Ja, bedoel je en dat? Wat betekent dat? Ja, dat hoeft niks te betekenen, maar dat komen we veel voor bij verhangingen. Ja, verhangingen. Ja. Als je films ziet of in de Amerikaanse series, en je kijkt dan naar de officier, ja, dan zie je ze vaak eigenlijk alleen maar bezig in een zittingzaal. Dus ik kan me wel voorstellen dat men denkt, nou, dat is het dan ook. Daar begint het en daar eindigt het. Maar dat is voor ons maar een deel van het werk. In eerste instantie komen we daar vandaan lopen. Dan lopen we dan ook nog bloed die we hier aan de planten vinden. En dan gaan we hier een onderzoek doen. Maar in dat pad wat daar naartoe lopen, daar vinden we ook nog bloed tegen planten aan. Maar goed, de vraag is van wie is zijn bloed? Ja, oké. Ja. Weet je hoe laat die jongen daar is aangekomen bij zijn moeder? Deze met die. Maar je weet niet hoe laat. Heb je meegekregen? Nee. Nee, ze hebben een verdachte waarschijnlijk. Een jongen in het ziekenhuis. En Marcel die belt net en die zegt dat moeder was thuis gekomen. Het huis zit onder het bloed, de jongen onder de steekverwonding. En die heeft verteld dat hij in Vaarle is geweest. Oh. Dat hij een man heeft getroffen die erg agressief reageerde, die een mes trok. Dat mes wat getrokken zou zijn. Hij zegt dat het slachtoffer het mes zou hebben getrokken. Dat is de informatie die ik nu heb. Was dat niet aangehouden, die jongen? Nee, ik heb gezegd, hij moet geopereerd worden. Okay. Dus ik heb gevraagd, informeer eventjes hoe dat zit. Bewaken hem in ieder geval. En dan weten we in ieder geval wanneer hij dus weer te vervoeren is. En wanneer we hem dan kunnen aanhouden. Oké. Okay. Ik geef leiding aan het opsporingsonderzoek. En dat betekent dat je je bewijs eigenlijk zo verzamelt samen met de politie. Dat je daaruit als officier kan reconstrueren hoe het gegaan is. Als je die stap niet goed doet, ja, dan heb ik op zitting eigenlijk helemaal niks te vertellen.
En dan wordt een verdachte vrijgesproken. Vanaf de plek van de worsteling is een sleepspoor aangetroffen. Tot en met de plaats waar het slachtoffer uiteindelijk ook is gevonden. Verdachte die moet met zijn auto naar huis zijn gereden. De auto is namelijk bij de woning besmeurd met bloed van verdachte aangetroffen. En ook was er vanaf die auto een bloedspoor te zien naar de woning. Hey, met Annemarie Ruijs. We zijn hier nu bij het pand, want we hebben een verdachte. Zijn auto staat hier voor de deur en er loopt een bloedspoor vanuit zijn auto. De hele rand, onderkant van die auto, is helemaal rood van bloed. Een bloedspoor na het gebouw. Het is een flatgebouw. En FTO is nu bezig. Heeft juist. En dat lichaam van het slachtoffer is versleept. Hij lag in het bos. Ja. Ja. Het overgrote gedeelte van de woning is niet besmeurd met bloed. In de huiskamer vinden we eigenlijk alleen maar bloed bij zijn pc. Mm-hmm. De hoogte van zijn muis van de pc. Dus dan zou er eigenlijk op duiden dat hij nog actief is geweest nadat hij thuis is gekomen. Mm-hmm. In de badkamer, daar is een waterballet. Vervolgens zie je op zijn bed, een beetje ter hoogte van de knieën, dan zie je echt dat het berg doordrenkt is van bloed. Fototechnisch hebben we het al heel eind in beeld gebracht. Mm-hmm. Alleen het zal er ook een beetje omgaan van ja, wat moeten we bewijzen? Ja. Het enige wat we nu weten is dat hij een steekwond heeft aan zijn hand. Zijn duim ligt er een beetje half af. Nu is het zo dat een moeder gebeld heeft. Dat haar zoon haar had gebeld. Die had ook steekverwondingen opgelopen. Ze is naar hem toegegaan om hem te verbinden. En hij heeft tegen haar verteld dat hij in zijn jeugd seksueel misbruikt is. Dat hij op zoek is naar de dader. En dat hij naar de parkeerplaats is gegaan. En dat hij het slachtoffer, waarschijnlijk een man herkende als zijnde de dader. Die zou hem heel agressief bejegend hebben. Die zou meteen, die man die zou een mes gepakt hebben. Die jongen ligt nu in het ziekenhuis. Die ga ik nu zo wel laten aanhouden. Ja. En morgen de tactische zoeking. We kunnen zo naar binnen? Ja. Vol. Daar stonden die schoenen onder. Ja. Nou, dan zie je ook het is een man bloed. Onder bloed. Ja, en de waswaken op. Ja. Volgens moeder zou hier kleding moeten liggen. Dus dat is iets waar naar gezocht moet worden. Nou, een laptop is al meegenomen. Misschien zijn er meerdere laptops, telefoons. Dus zeg maar gegevensdragers. Messen. Ik weet niet of jullie een foto hebben gezien van het mes wat is aangetroffen. Nee. Het leek niet op een standaard keukenmes, zeg maar. Dus als jullie afwijkende messen aantreffen, dan hoor ik het ook graag. Ik weet niet of hem niet zo lang woont. Nee, het ziet er ook vrij nieuw uit allemaal. Een huis van iemand zegt wel iets over de persoon die daar leeft. Het heeft een bepaalde sfeer. Is het netjes? Is het een grote wanorde? Zijn er dingen die opvallen? Zijn er dingen die afwijken? Of juist niet? Primair van alles zit ertussen. Het is heel erg vreemd. Maar dit zijn geen
Messen die je niet in huis houden vindt, toch? Jeez, hè? No. Dan zie jij iets wat daarop lijkt. Het lijkt op die achterste, ik weet niet wat dat is. Maar daar heeft hij iets van weg. Het lijkt gewoon een zakmesachtig iets. Ik had het idee dat het leek op een van die messen daar, maar... Ja, dat mes. Ja, ik wil zeggen, daar liggen dat wel. Ja. Zou zomaar... Zou zomaar uit deze verzameling kunnen komen, zo'n mes, hè? Ja. Ik bedoel, dat is ook wel zo'n pas. Past er wel tussen. Ja, het is uniek, hè? Nog één open plekje hier boven de duin, zo. Ja, dat is ook een zin. Ja, dat is ook een zin. Kleding treft ze aan, waarschijnlijk. Oh. En wat was dat voor kleding? En de schoenen, waar zijn die gebleven? Ja. De broek hebben we hier. Althans, een broek. Ja. Zit daar nog iets in? Heeft u daar nog aantekeningen gemaakt? Ik plan naar de kop in te rammen. Zo hard dat zijn hele kop openbarst en zijn hersenen eruit druipen. Het is niet de juiste tijd daarvoor. Dat werkt erg frustrerend. Ik heb grote plannen, die moeten vaste vorm aannemen. Als ik in de spiegel zie, zie ik een rare mix van iemand die kwaad. Dit is empathieloos, maar vooral zielig. Ik haat deze plek, deze dierentuin. Dansen de pijpen. Deze is gewoon helemaal volgeschreven. Ja, kan ook mee. En in die andere kamer heeft hij ook nog zo'n kluisje. Ja. Hij heeft een wapenvergunning. 2007, 2008, 2009. Controle verplichte trainingsdagen. Ik weet niet of hier ook wapens in zitten. Ja, dat klopt. D.D. Ja, klopt ook. 3498. Ja. Dit is nog een pistool. Ja. In ieder geval alles goed ingezet. Nog een enkeloops kogelgeweer is het. Dat is de eerste. Hierin. Moeten ze sowieso meenemen. Ik moet even de frisse lucht. Ik hoor echt. Ik word er helemaal niet goed van. Nee, misschien is er wel een hoop nog grotere ellende voorkomen. Dit is natuurlijk al rampzalig, maar... Het zijn niet helemaal niet. Tja. Ik schrik niet van heel veel dingen meer. Ik wil het niet afstompen noemen, maar je... Ja, misschien word ik iets harder. Misschien iets cynischer. Ja, ik kan er toch wel relatief goed tegen. Tegen die ellende. Kijk van wat er van vanzelf kwam hier daar voor het eerst. Hè? Ja. Ja, inderdaad. Ik zal hem nemen mee. Navigatie. Ja, maandagochtend is een spooronderzoek rondom de vindplaats van de dode man in de passage bij de Mierlofse dijken. En parkeerplaats Varen door de technische recherche voortgezet. Zijn familie, die hem sinds zondagochtend als vermist heeft opgegeven, is inmiddels door de politie van dit trieste nieuws in kennis gesteld. We hadden even nog gebeld, ook met de fungerend hoofdofficier, in verband met die wapens. En hij zei van ja, zei die overleg even ook met de pers, ook met onze persmedewerker, hoe we daarmee omgaan. Want de vraag is hoe snel dat naar buiten komt. Met name de Telegraaf, die loopt wel rond te hangen. Ja. Bedoel, er zijn ontzettend veel buurbewoners. Ik weet niet wat ze precies gezien hebben, wat we allemaal naar buiten hebben gesleept. Nee, maar ga je aangeven dat er messen, steekwapens aangetroffen en vuurwapens, dan moet je al gaan vertellen dat die lid is van de schietvereniging. En dat die aantal wapens niet legaal. Nee. Ik vind, denk niet noodzakelijk dat je als opsporingsinstantie en als openbaar ministerie
naar buiten treedt met wat je aangetroffen hebt. En nou, maar ook omdat we nog te weinig... Ja, we weten gewoon nog eigenlijk nog lang niet genoeg. Dus over de resultaten van het onderzoek, nu worden er geen mededelingen gedaan. Nee. Stel nou eens dat hij daar echt onschuldig blijkt te zijn en hij komt terug. En dan komt dat terug in de gebouwen, je maakt een leven meer. Hè? Ja. Als ze het wel bekend maken, dan kijk je, gaan we natuurlijk praten bij de omgeving van de school. Dan wordt hij al gelinst als je uitstapt. Ja, je moet er wel rekening mee houden, dat EOD niet in de bedoeling mag. Ik heb de verhoorders aan de lijn. Ja. Theo, roep eens maar. We zijn verhoord geweest, de verdachte verklaart dat hij s'avonds achter de computer zit. Hij krijgt een opvlieging, hij wil antwoorden hebben vanwege het feit dat hij misbruikt is. En besluit dan naar de parkeerplaats te gaan waarvan hij weet dat daar pedofielen en homoseksuelen zitten. Over het pad komt hij dan uit bij de parkeerplaats, ziet daar een donkere auto stoppen en daar komt een man langs hem lopen. En dan komen er herinneringen bij hem op van hé, hij lijkt wel heel veel op. Dan loopt hij die man achterna, want hij wil antwoorden op zijn vraag en hij spreekt die man aan. En die man zegt, wat doe je? Hij is die man achterna gelopen en hij zegt dat hij dan geschopt wordt. En dat die man hem net niet in zijn zak treft, maar iets hoger. En dan wordt er gestoken, hij voelt dat hij in zijn been gestoken wordt. En uiteindelijk laat hij de man struikelen en komt... Hij houdt de armen van de man houdt hij vast. En dan is het heel raar, dan wordt het een zwart gat voor hem. Ja. Het is echt een beetje de opwelling en dan het noodweerverhaal, hè, wat hij nu schetst. Dat betekent misschien dat je ook goed heeft nagedacht, ondertussen. Of zijn eigen, zich een aantal zaken begint te realiseren. Of hulp heeft gehad. Of hulp heeft gehad, en anders scenario zou kunnen zijn dat je daar wel naartoe is gegaan om seksueel contact te hebben en dat daar helemaal fout gegaan is, dat kan ook nog. Of dat die man hem benaderd heeft en dat kan ook, dat weet je niet. Wat ik probeer te reconstrueren is wat er gebeurd is. En dat er duidelijkheid komt in zo'n zaak. Nou, hij was iets gezakker als mij, zeg maar. Nou, ik weet niet zeker dat hij een muts op had of een pet op had. Waarom? Als je weet waar iemand van wordt verdacht, dan denk je dat is een soort beest of zo. Of een heel gestoord iemand. Wat was jouw bedoeling dan? Dat plaatje, dat klopt eigenlijk nooit. Hij was eigenlijk rustig, timide bijna. Op het oog een keurige jonge man, waar echt niets van af te lezen viel. En toen vroeg ik hem dus van, weet jij wat je aan het doen bent? Hoe vroeg je dat? Probeer het eens na te doen. Ja, ik stond voor hem. Weet jij wat je aan het doen bent? Ongeveer zoiets. Misschien niet luider, maar zoiets ongeveer. Maar mag gerust zo hard, hè? Probeer dan maar eens te zeggen. Hoe deed je dat toen tegen hem zei? Zeg dat zomaar eens tegen mij. Oké. Hij stond dan voor mij, zeg maar. Weet jij wat je hier aan het doen bent? Zoiets was het ongeveer. Wat zei hij toen? Toen zei hij van... hij zei meerdere dingen. Hoezo? Wat bedoel je daarmee? En ja, toen pakte hij mij beet met zijn hand. Pakte mij hier zo vast.
En ja, met instinct dan ja, zeg maar Sjoer weg. Ja. Ik wil hem af, de arm, zeg maar, van hem. Ja. En toen heeft hij mij getrapt. Ja. Hoe reageer jij daarop? Ja, het enige wat ik me kan herinneren is in elk geval dat ik ja, geschrokken was. Ik werd overeind gekrabbeld. En toen ik zeg maar stond, toen stak hij met mijn been. Je bedacht niet dat je nog andere middelen had waar je je mee zou kunnen verdedigen? Ja, ik had nog een ander mes in mijn zak. Ja. Maar zover ik me kan herinneren, heb ik die niet gebruikt. Je ziet het voor, hij probeert te draaien. Hij is echt ook aan het nadenken van, hoe lul ik me hier nou uit? Hè? En dan, ja, dan heeft hij toch een of andere verklaring. En dan, dan is het afgevallen of hij heeft het eerder laten zien. Hij zegt altijd, ik heb handschoenen aan voor de kou als ik ga wandelen of fietsen. Ja, maar het was niet koud. Nee, maar hij had wel het idee dat er een handgemeen zou kunnen ontstaan. En dan blijkt het ook niet. Dat hij in gevecht is geraakt, dat hij ook gewond is geraakt. Behoorlijk gewond is geraakt. Dat heeft hij 12 keer gestoord. Dan gaat ze allemaal zitten tellen in het verhoor. Ja, hier, daar, daar, daar. Maar dan uiteindelijk op het slachtoffer komt. En dan, ja, dan zie je op de beelden. Dan grijpt hij naar de keel. En dan gaan ze hem daarna weer over. Ja, misschien heb ik ook wel zo met op mijn onderarm zo. En het kan allemaal, hè, op het slachtofferhoofd. Dan is het ook. Ja. En dan gaan ze de bloedsporen na. Die ook op het lichaam zijn aangetroffen. Dat hij hem verplaatst moet hebben. Ja, dat weet hij dan allemaal niet meer. En hij geeft aan dat hij misbruikt is. En hij zegt, de eerste persoon die ik tegenkwam, die dacht ik te herkennen als zijnde de man die het mij dat destijds heeft aangedaan. Hij zegt, nu weet ik dat het niet diegene was. Maar op dat moment had ik die indruk wel. En hij zegt, nu als ik achteraf kijk, ja, is het gewoon de verkeerde man geweest op de verkeerde plaats. U bent een beetje selectief in wat uw geheugen is, als ik u zo hoor. Van dit hoor ik dan wel, dit weet ik dan wel. Maar dat mes, of hoe dat afgepakt wordt, dat weet u dan opeens niet meer. Ja, ik zeg al, ik heb ook eigenlijk verschillende dingen geprobeerd om die gebeurtenis zeg maar weer terug te krijgen. Ik heb een soort mediterende oefeningen gedaan. Ik heb gesproken met psychologen, psychiaters, maar het was tevergeefs. Er zijn geen formele geheugenstoornissen, maar uiteindelijk concludeert u dat bij betrokkenen het feit dat er amnesie wordt geclaimd, dat dat niet per definitie op het konto geschreven hoeft te worden van malingering. Want nou, dat begreep ik ook niet heel erg goed. Malingering is eigenlijk net doen alsof, hè? Net het veinzen. Het geheugenverlies veinzen. Dat kan natuurlijk in een procespositie heel goed een rol spelen. Dat iemand opzettelijk beweert het allemaal niet meer te weten om geen belastende verklaring over zichzelf te hoeven afleggen. Hij heeft wel dat hij dingen niet meer weet. Maar met zo'n fors toestandsbeeld, met concentratiestoornissen, dan kan dat al een verklaring zijn waarom je dingen niet meer weet. Hè? Ook soms. Dus ik wil alleen maar zeggen dat hij beweert dat hij niet weet, dat dat wellicht echt zo is. En dat dat niet per se procespositie is. De secretaris van de Heilige Schietvereniging waar hij zit, die is gehoord. Ik zie hem niet als een crimineel of zo. En dan volgens mij zegt hij, heeft hij niets gedaan, anders had hij nooit de vergunning kunnen hebben. Kun je hem omschrijven? Ja, rustige jongen die serieus bij de schietsport omgaat. Ik sta ervan te kijken dat hij erbij betrokken is. Taalgebruik en houding, heel normaal, geen agressie, dat soort zaken. Hij kwam op mij over als een rustige, introverte man. En zo is het altijd geweest. Onmacht, frustratie en ik heb geen zin om mezelf niet te haten. Ik heb geen zin om mezelf aan te raken. Ik heb geen zin om het te proberen. Ik heb geen zin om mezelf uit te kleden. Geen zin om mezelf te zien. Geen zin om niet te gaan slapen. Geen zin mezelf wakker te houden. Gewoon te blijven doen. En steeds maar weer de vliegen opnieuw te tellen. Hij pakt af en toe citaten uit films, ook van Full Metal Jacket, van dit is mijn wapen. Van mijn wapen zijn er duizenden, maar van die van mij is er maar één. Ja. Ik en mijn wapen zijn samen één. Wat erin opvalt, hij benoemt ook een paar keer, heeft ook letterlijk instaan, scenario. En dat hij dat dan aan zal gaan pakken.
Als je dan praat over de combinatie met voorbereidingshandelingen, ook de aanschaf van wapens daarbij, ja, waarbij je hem eigenlijk ook ziet groeien. En het gedurende de aantekening. Nou ja, er staat in ieder geval ook duidelijk in dat hij van plan is om meerdere moorden te plegen. En dat dit zijn, tenminste, dat hij, he, dat wat hij gaat doen, dat dat dan zijn eerste moord zou zijn. Dus zijn ambitie wordt zelfs uitgesproken om voor zijn 30ste jaar gedaan, zijn eerste moord gedaan te hebben. Ja. Een eindje verderop in hetzelfde schrijven spreekt hij natuurlijk uit dat hij het ziet als een falen, dat hem dat niet is gelukt. Want hij is 30 geworden en had nog geen moord gepleegd. Nee. En ik denk dat het hem rust geeft, hè? Ja, dat, op die manier. Dat is inderdaad eerst het plegen van de moord hem rust lijkt te geven. Ja. Ja. Want de eerste waar ik naartoe ga, dat wordt die. En dan wordt het die. En dat staat bij het scenario. Wij gaan dat dus even opknappen. Wij gaan even orde op zaken stellen. En zo staat het erin. Ja. Ja. Hadden we een hekel aan al die mensen? Nou, ik denk niet dat ik op dat moment echt een hekel had aan, aan die mensen. U schrijft dat wel op, hè? Ja, ik zou het dan misschien wel opgeschreven hebben, ja. Maar daarvan zegt u nu, dat klopt dan niet? Ja. Het was voor mij vooral het gewoon, ja, een soort uitlaatklep. Voor de gevoelens die ik toen had. Om het op papier te zetten, zeg maar, luchtte het enigszins op. Zoals hij het vertelt, was dat een methode voor hem om met die situatie, met die woede, met die gevoelens om te gaan. En je kunt fantaseren en denken wat je wil, dat mag. Mm-hmm. En ik weet niet of u ooit een dagboek hebt bijgehouden, maar als alles wat we opschreven ook echt deden. Ik denk, een dagboek is een dagboek en that's it. En als je een intentie hebt, kun je die opschrijven, maar dan wil dat nog niet zeggen dat er een één-op-één relatie is tussen een gedachte of een intentie en het ook daadwerkelijk uitvoeren daarvan. Er zijn bij mij dagboekverslagen in beslag genomen. Die berusten grotendeels op wat ik zie en hoor in films, muzieknummers en videospellen. Het was een manier om mijn frustratie kwijt te raken. Er staat ook in dat ik een paar keer op de plek ben wezen kijken op Vaarle. Ik moet wel zeggen dat het met lood in de schoenen gebeurde en mij veel moeite kostte, maar op een of andere manier moest ik het toch. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk de eerste bevestiging en ook iets nieuws van de dagboekaantekening, waarin hij dus ook aangeeft dat hij daar al vaker is geweest. Hoe was dat de andere keren gegaan, toen je daar op de parkeerplaats was? Toen heb ik hij mij altijd verscholen, zeg maar. En toen was het gewoon een soort van proeven, zeg maar, wat ik zeg maar gezien had in die films en die documentaires. Niet opvallen of niet gezien worden. Ja. Dan wil ik uit gaan proberen of ik erop kom, zeg maar. Denk je dat ze jou ooit gezien hebben? Volgens mij niet. Ik dacht altijd dat het aan mijn kwaliteiten van sluipen lag. Vorige week heb ik foto's gekregen die op zijn laptop stonden. Daar zijn de jongens mee op foto speurtocht gegaan. En van de 26 opnames op zijn computer hebben we er 20 terug kunnen brengen. Zo. Het aantal bomen geteld en de dikte. De andere hebben deze boom. Ja. Al deze foto's komen dus van zijn computer af, die we nu zien. Ja, kijk er zelfs hier, want dit is deze foto. Ja, zo, ja. Ja, nee, dat is wel. Ik denk niet dat ze nou makkelijk een druk is schieten in die foto. Nee, zeker. Het is of de vraag hoe zeker dat we ervan zijn. Ja. Ja. Hier hebben ze hem wel over bevraagd, hè, over foto's die op zijn computer staan. En hij zegt, ja, ik maak graag foto's van de natuur. Ja. Maar er zijn de enige foto's die op zijn computer staan. Ja, daar heb ik met jou over. Geen andere klappen. Nee, daarom. alleen deze natuur. Ja, mooi. Ja, goed werk. Goed werk, zeker. En dan krijg je de vraag, ik word om 1 uur wakker in mijn bad en ik denk, wat is er nou gebeurd? Ja, terwijl je auto hier je auto neerzet en een voorverkenning en op dezelfde vluchtroute weggaat als die je eerder hebt gefotografeerd. Ja. En in mijn gedachte, hier loopt een beekje. Ja, die heeft ook een naam nog.
Waar loopt zo'n beekje? Hier, zeg maar, de donkere, dat zeg maar, bij D. Zeg maar, daar. Ja, D, dat is een waterpartij. Een waterpartij. Ja. En in mijn optiek heeft hij daar mogelijk wel... Het ligt dan wel... Ja, in mijn optiek, maar ja, dat kan ik nooit hard maken. Maar dat is goed. Nee. Nou ja, daar gaat het dus wel naartoe, hè? Ja. Ja. Maar ja, je zou je kunnen voorstellen, als je naar zo'n voorverkenning met zo'n moordplan... en van, nou, waar laat ik dan het lichaam? Dat je daar ook gaat fotograferen. Dat je, ja. Ja, ja. Meens. Waar ik op moet letten, is dat ik continu blijf vooruitschaken. Waar zitten de gaten? Waar zitten plekken in je bewijsconstructie waar je op zou kunnen schieten? U heeft gezegd, nou, ik ben 5 of 6 keer ben ik daar geweest. Dat klopt ook? Ja. Ja? En waarom was u daar naartoe gegaan? Het was vooral om mijn angst te overwinnen. Van, vooral van afgelegen plaatsen bezoeken. In het donker. En ik denk om het op te zoeken... zal ik misschien ook van de angst afkomen. Maar de foto's die op uw computer zijn aangetroffen... dat zijn allemaal plaatjes die bij daglicht zijn gemaakt. Hoe moet ik dat nou plaatsen in uw verhaal... van dat u bezig was met het bezweren van uw angst voor het duister? Nou, die foto's die staan daar los van eigenlijk. Dat was vooral omdat ik dus gezien heb in een documentaire... hoe... bepaalde moordenaars inderdaad, waar ik veel documentaires van keek. Hoe hoe hun zoiets in werking zetten. Hoe het zou zijn om iemand te vermoorden? Nee, het was meer, denk ik, wat er aan vooraf ging. Dus de voorbereidingen vooraf, vooral. Dat is hetgene waar het mij om te doen was. We weten in ieder geval dat bij ons slachtoffer dat hij een verwonding heeft aan een van zijn teelballen. Ja. We weten tweedens ook dat het er nu erg uitziet dat hij dat mes heeft meegenomen. Ja, terwijl zijn verklaring nu, hè, want die kan misschien nog veranderen, maar zijn verklaring nu is... ik word eerst onder mijn noten getrapt, dan sla ik voorover en voordat ik het weet heb ik een mes in mijn knie. Zo lees ik het. En dat lijkt precies omgekeerd te zijn aan wat er volgens de feiten gebeurd is. Ik niet te pas en onpas komen, heb ik al gezegd. Hij kent geen collega's van de verdachte. De verdachte heeft niet veel vrienden. Soms zijn er ook delen die je niet helder krijgt, die je niet boven water krijgt. Omdat er simpelweg geen getuigen aanwezig zijn geweest. Het slachtoffer die kan daar niks meer over vertellen. En een verdachte een dader zijn mond dicht houdt. Dat kan gebeuren. Op de dag op die zondag om 3 uur 's middags weer thuis was. Er is een worsteling geweest en er is over en weer gestoken. Toen ging het licht uit, toen werd ik in bad warm. Ja, dat hij inderdaad uit noodweer heeft omgebracht en daarna gaat slepen. Zegt er dan iets over het noodweer? Ja, dat vind ik daar niet heel erg bij passen. Op het moment dat jij zegt, ik word opeens aangevallen... dan is het heel erg vreemd dat je met een lichaam gaat lopen slepen. Het kan nog steeds wel. Ja. Ik bedoel, alles kan. Hm. Alleen het is niet heel erg aannemelijk. En kijk, verdachte zal straks met zijn verhaal moeten komen. En die weet dus natuurlijk niet wat voor sporen wij hebben aangetroffen. Dus ja, als hij daar niks over zegt, ja, dan kunnen we hem daar wel mee confronteren. In theorie, hè, jongens, kan het nog steeds zo zijn dat hij daar naartoe gaat met het idee... ik ga iemand doden. En dan komt hij ons slachtoffer tegen. En dat hij die dus inderdaad wil aanspreken, maar dat die ander als eerste een mes trekt... en dat hij inderdaad zich beroept op noodweer. Dat kan. Ja, dat kan. Ja. Ik denk, wat gaat het ons brengen, hè? Mm-hmm. Ja. Zodat je daar vooral volhoudt van ik ben buiten Westen en ik word thuis in de badkuip word ik pas weer helder. Als je daar volhoudt, ja, dan wordt ja, het valt er niks om eruit te halen. Nou, het wordt heel moeilijk. Alleen waar we wel aan kunnen tonen is dat er wel degelijk sprake is van een voorbedachte granaat. Had je zomer. Het is bloedheet. Hij doet handschoenen aan. Hij doet een petje op. Helemaal in het zwart. De zwart zegt dan misschien niet alles. We vinden de foto's op zijn computer waarvan hij nog niet eens weet waar die hebben. En dan moet hij ons aannemelijk maken dat hij zich beroept op noodweer. En dan hebben we ook nog schriftjes waarin hij zegt, ik ga iemand vermoorden. Nee, kijk, die voorbedachte raad, daar komen we wel uit. Daar ben ik niet zo bang voor. Maar het noodweer... Nee, het noodweer,
dat klopt, dat kan altijd wel. Maar als hij nu al begint met liegen, daar gaat het maar even om. Ja. Van, ik had geen mes bij me en we hebben het mes daar keihard op hem. Dan is dat hele noodweerverhaal is bijvoorbeeld al onaannemelijk. Ja, ja. Dan had hij meteen moeten zeggen van, ja, godverdomme, ja, ik had helemaal mes bij me. Dat is ook wel zo. Ik ben er wel mee begonnen, maar ik heb me bedacht. Ik wilde weg en toen greep hij mij. Ja, dan... dan had hij al een begin van aannemelijkheid kunnen maken, zeg maar. En nu begint hij meteen boem met liegen. Ja. Ah, ik krijg het lastig. Pagina 50 schrijft u. Morgenavond ga ik terug naar de plek waar ik mijn eerste moord wil plegen. Voor de zesde keer ga ik nu terug. De eerste paar keer ging ik om de omgeving te verkennen. Dat was 's avonds laat en het was donker. Die smerige ploerten merkte niet eens dat ik daar was. Ik had ze toen kunnen vermoorden, makkelijk zelfs. Terug naar waar het die zaterdag. U zegt, ik stond op een breekpunt. Hè. Er moest iets gebeuren. Ik dacht dat ik antwoorden zou krijgen. U hebt de zaak verkend. Tot 6 keer toe, als het goed is. U hebt foto's gemaakt van die omgeving. U kende die omgeving. En u gaat op pad met handschoenen en 2 wapens. Dan is de neiging erg groot, als ik dan dit lees in uw dagboek, om daar een plan in te lezen. Een vooropgezette bedoeling om daar, ja, wraak te nemen op iemand die u verantwoordelijk houdt voor wat u in het verleden is aangedaan. Snapt u dat? Ja, ik snap het. Ja. Wat klopt er dan niet aan die redenering? Dat was eigenlijk wat ik opgeschreven heb, zoals u het leest. Ja. Dat was voor mij eigenlijk meer een soort filmscript, een scenario. U beeldt zich in dat u die held bent uit die film? Ja, dat beeld ik mij in inderdaad. Wat ik altijd probeerde was om mijn eigen leven te vergeten. Een ontsnapping uit mijn eigen bestaan. Wou ik gewoon zo levendig mogelijk meemaken, zeg maar. Wat ik gezien heb in de films die ik keek. Maar het is nooit mijn bedoeling geweest om het zo te laten eindigen. Gaat het weer kut. Ik heb geen balans in mijn leven. Zelfs de meest extreme situatie moet je het hoofd koel houden. Waarom lukt dat bij mij nou nauwelijks? En dan komen er weer een heleboel geschriften. Hier beginnen de verkenningen. Hij wilde voelen hoe dat nu voelt en is daarom een aantal keer naar de parkeerplaats gegaan. Hij heeft een documentaire gezien over een seriemoordenaar die eerst alles altijd verkende. Sommige mensen hebben het gewoon echt heel erg slecht getroffen. Die gewoon van kind af aan zelf zijn mishandeld, die zelf misbruikt zijn. En die komen dan soms tot daden waarvan ik denk van ja, ik zie ook wel dat het in het leven van zo'n persoon gruwelijk mis is gelopen. Over met de arm, dan wel met de hand. Hè? Ja. En het laatste verhoor blijft je daar helemaal van weg. Ja. En dat is het enige wat je zegt, ik heb het gezicht afgeblokt. En wat heb je dan met die andere hand gedaan? Ja, daar kon ik niks mee, die heb ik op zijn borst gehouden. Ja. Hij blijft helemaal weg van zijn vorige verklaring. Ja.
Maar ik vroeg me af waarom die niet geconfronteerd was met het feit. Ja, maar hoe verklaar je dan dat er kennelijk zo'n danig geweld is geweest dat die man gestikt is? En van het moment dat hij erop gaat zitten, weet hij nu niks meer. Ja, maar hij verklaart wisselend op dat punt. Want hij heeft, ja, hij heeft eerder een van de eerdere verklaringen gezegd van ik heb hem met de handen bij de keel vastgepakt. Ja, dat klopt. En dan is het weer met de elleboog. Ja. En op het eind is het ook weer handen, maar... En nu blijf je er helemaal van aan. Ik wilde dat mes wilde ik, zeg maar, weg hebben. Ik heb in elk geval het gezicht proberen af te blokken. Toen weet ik nog dat die meneer in mijn vinger heeft gebeten. Had u zijn hand op uw hand op zijn mond gelegd? Nou, meer op zijn gezicht. Hij beweegde nog vrij veel, zeg maar. Een beetje vanaf dat punt is het heel erg wazig. Ja, wazig is niet helemaal zwart. Kunt u nu vandaag beschrijven wat u gedaan heeft toen u bovenop dat slachtoffer zat met uw handen? Op dat moment, toen ik dat deed, zeg maar, zat ik er nog aan te denken van, dit is niet wat ik wil. Dus vandaar, ik zal misschien wel inderdaad momenten zijn geweest dat ik met twee handen om zijn nek zat, zeg maar. Ik weet wel dat ik daar toen niet bewust op doorgegaan ben. Maar ja, goed, vanaf dat punt, ik weet gewoon niet hoe het afgelopen is. Want ik hoor je nou juist zeggen, hè, u had uw handen om zijn keel en u bent toen niet bewust doorgegaan, hoorde ik u dat nou net zeggen? Ja. Doorgegaan met wat? Met door te knijpen, zeg maar. Want heeft u hem überhaupt in de keel geknepen? Nou, ik weet niet of ik hem geknepen heb. Maar... dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Of ik ook echt hard geknepen heb, dat weet ik niet meer. Geknepen, maar ik weet niet meer of het hard was. Ja. Van Pieter Baans? Ja, heb ik. Dat is een heel pakket geworden. Ja. Zij motiveren eigenlijk helemaal niet zo goed, vind ik, waarom zij vinden dat die behandeling zo goed, zo snel gestart moet worden. Nee, helemaal niet. Maar dat is wel van essentieel belang voor de strafeis, vind ik. Want die stoornis heeft hij niet, die stoornis heeft hij niet. Het enige wat ze dan eigenlijk zeggen is, herhalingskans groot. En eventueel suïcide. Volgens mij is er nooit iemand geweest die hem niet detentie geschikt heeft verklaard. Nee, maar bedoel... Sterker nog, de DP die vond hem op detentie geschikt. Hij kan wel eerst gewoon een langdurige gevangenisstraf uitzitten... alvorens de echte behandeling gaat beginnen. Dan komen we gewoon om dubbele cijfers, wat mij betreft. En wat denk je zelf aan? Aan de eis? Ja. Nou ja, als we daar niet, als we daar dan niet van uitgaan, dus dat hij echt veel eerder behandeld zou moeten worden, 12, 13 jaar, dus TBS met dwang, zoiets. Ja, maar dit is wel echt een degen voorbereid. Ja, de uitvoering is dan belabberd, maar hier heb je het wel echt over maandenlange voorbereiding. Ja. Als je het dan echt hebt over moord, dan is het dit alleen. Maar goed, dan zit je wel met iemand die verminderd toerekeningsvatbaar is. Want dat heb je natuurlijk wel. Ja. Die hele daad die moet wel vergolden worden. Ja. Bedoel, het is niet dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Hè? Bedoel, hij heeft dit wel in die zin bewust en heel bewust uitgevoerd. Hij heeft er lang over nagedacht. Ja, en er is gewoon wel een argeloze burger is gewoon dood. Zeker. Gewoon totaal de verkeerde man op de verkeerde plaats. Ja. Dan zou je misschien aan de helft komen, 6 en TBS. Dat zou weinig op. En dan vind ik het eerlijk gezegd nog weinig. Dan heb je het over 4 jaar. Zit hij 4 jaar? En dan gaat hij de behandeling in? Ja, hij zit er pas 9 maanden. Ja. Dus hij zou er nog maar 3 hoeven. Dikke 3 jaar. Weinig. Dat
kun je eigenlijk niet uitleggen naar de maatschappij. Nee. Maar goed, we gaan het meemaken. Oké. Okay. Ja. Het is niet dat je in 5 minuten even bedenkt wat voor eisen ga ik neerleggen. Het is een proces, die hele afweging. En dan is zo'n eis voor mij een rechtvaardige eis. Maar of die voor anderen rechtvaardig overkomt, dat weet je niet. Als ik spreek met nabestaanden, dan zeggen ze wel eens... kijk, voor mij is maar 1 straf lang genoeg. Dat is gewoon levenslang. Oh, nog maar eentje bij. We hebben 2 keer 8 jaar in TBS. 1 keer 10 jaar met TBS. En de rest 12 jaar met TBS. Wie had er allebei 8 en met welk motief? Nou, zal ik? Of... Ja. Wat voor mij erg meetelt, is dat we hier wat te maken hebben met iemand die ernstig in de war is. En waar de, dat is misschien wel belangrijker, de voorbedachte raden, vind ik heel erg uit zijn stoornis komen. Ik weet niet of dat klopt. Ik weet niet of de deskundigen dat met mij eens zijn. Maar dat gevoel heb ik. En dat maakt dat de strafwaardigheid van de voorbedachte raad voor mij zakt. En ik meer rekening houd met zijn stoornis dan dat ik dat normaal zou doen. En de daarom... agenda-aantekeningen zijn meer een bezwering van zijn stoornis... Ja. Dan een plan naar de daad toe. Ja. Wat Rick zegt, is dat de verwarring zit hem in het feit dat hij zegt dat hij pas rust vindt... Ja, zeker. Als hij moord pleegt. Ja, zeker. Dat is natuurlijk met alles wat dwangmatig is. Hè? Als jij dwangmatig wil poetsen of zo, ja, dan wordt het niet per se schoner van of zo. Maar dat moet gewoon, omdat je anders onrustig bent. Ja, dat het lijkt ja, wel alsof nee, tuurlijk. Dan, nee, zeker. Ja. Het gevoel wat ons met name bekroopt is, is dat de maatschappij ontzettend gelukkig heeft gehad dat hij zijn eerste moord niet zo goed heeft uitgevoerd. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Want hier was het niet dat bij gebleven. Dat hij gepakt is, hè? Ja. En dat komt puur omdat zijn moeder de politie gebeld heeft. Ja. We lopen allemaal wat langer mee. Wij komen naar die woning in. En iedereen was daarvan onder indruk. Die woning was, dat ging alleen maar over geweld. Echt alleen maar geweld. Overal wapens, overal films, posters. Onvoorstelbaar. Ik krijg soms het gevoel, hè, van de ene kant, als je die dagboekaantekeningen leest... En je leest de verklaring van zijn zus en van zijn moeder... dan denk je, dit is gewoon een intens... ongelukkig, triest mens die een heel slecht leven heeft. Hè? Waar je eigenlijk best wel veel medelijden mee kan hebben. Als je vervolgens ziet hoe hij dan in de verhoren zich opstelt... waarbij hij continu schakelt. Mm-hmm. Dus als je wat tegenkrijgt, dan draait hij weer, dan draait hij weer, dan draait hij weer. En op het moment suprem, waar de echte geweldshandelingen... de dodelijke geweldshandelingen worden toegepast... ja, dan weet hij het opeens niet meer. Mm-hmm. En ik twijfel daar. Ik heb daar gewoon... Soms dan heb je wel grip op zo'n verdachte, maar bij hem, ja, ik weet het gewoon niet. Je zit wel met een willekeurige burger die gewoon heeft afgeslacht. Ja. Hè? Ik bedoel, vergeet ook niet dat die man die heeft gevochten voor zijn leven. Ja. En die is gewoon doodgemaakt. En die heeft gewoon dood gewoon in zijn ogen gekeken. Die wist gewoon dat hij doodging. Een man van begin 40. Ja, het vergeldend aspect, dat is denk ik wel duidelijk. Dat breng je ook denk ik tot uitdrukking in het vragen van een gevangenisstraf überhaupt. Ja. Dus in die zin vind ik wel dat aspect er heel duidelijk in zit. Maar je houdt ook wel rekening mee dat er hier behandeling plaats moet vinden... omdat die gewoon nog wel effectief moet zijn. Ja, als iemand heel lang gaat zitten en dan wordt hij ergens behandeld... en die behandeling is niet meer effectief en je zit met een levensgroot... Dat vind ik nog enger als je hem dan terug op die zolder hebt met zijn wapens. Ja, dat is misschien wel het belangrijkste doel waarmee je die zitting in zou moeten gaan. Ik laat me adviseren, maar ik bepaal wel uiteindelijk welke eisen ik formuleer. En ik ben uiteindelijk ook degene die de zaak natuurlijk het beste gewoon in de vingers heeft. En ik ben uiteindelijk degene die met die zaak naar zitting gaat.
De verdediging is van mening dat het aannemelijk is geworden dat de cliënt zich in een noodweersituatie bevond. De cliënt heeft verklaard dat hij op het slachtoffer is gaan zitten om hem te overmeesteren, omdat het slachtoffer nog steeds in het bezit was van dat mes. De cliënt wilde ervoor zorgen dat het slachtoffer niet meer kon steken. En daar houdt de herinnering op. Als hij uren later wakker wordt, heeft hij minstens 10 steekwonden. En dat zijn de feiten. Daar moeten wij het vandaag mee doen. Het verhaal van cliënt over wat er nu precies is gebeurd en die steekwonden achteraf. We zijn er allemaal niet bij geweest. Ik ben er niet bij geweest, een rechter is er niet bij geweest, een advocaat is er ook niet bij geweest. Maar als ik zelf niet de overtuiging heb dat iemand het gedaan heeft, zal ik zo iemand niet vervolgen. Want daar zou ik niet mee kunnen leven. Dus op het moment dat ik begin te twijfelen, dan houdt het op. Verdachte die heeft in de visie van het Openbaar Ministerie gehandeld met voorbedachte raad. Hij heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan het zwaarste delict dat ons wetboek van strafrecht kent. Moord. En de ernst van het feit rechtvaardigt wat mij betreft een gevangenisstraf van lange duur. Omdat we niet mogen vergeten dat verdachte een volstrekt onschuldige man heeft vermoord. Dat is gedrag wat vergolden moet worden. Gelet op hetgeen ik hiervoor heb aangegeven, ben ik van oordeel dat deze zaak niet anders kan worden afgedaan dan met een langdurige gevangenisstraf voor de duur van 12 jaar met aftrek van het voorarrest. En daarnaast dient wat mij betreft de maatregel van ter beschikkingstelling met dankverpleging te worden opgelegd. Dank u wel. De rechtbank is van oordeel dat een langdurige gevangenisstraf als enig passende bestraffing is, zij het dat de rechtbank een kortere gevangenisstraf oplegt dan de door de officier van justitie gevorderd is. Anders dan de officier van justitie heeft de rechtbank namelijk niet kunnen vaststellen dat verdachte maar net doet alsof hij zich niet meer alle gebeurtenissen die avond kan herinneren. De rechtbank legt op een gevangenisstraf van 10 jaar. De rechtbank ziet verder aanleiding om aan verdachten de maatregel van TBS met dwangverpleging op te leggen.